Het is feest in Cherrière, zowat het hele dorp is uitgelopen voor een reuze barbecue, georganiseerd door Vlaming Chris. En comment ils vont, les saucisses? Très bien. Mieux qu'à la maison? Oui. Ik geef liever als dat ik moet krijgen. Dat is één. En het tweede antwoord is, ik wil graag de politiekers een hak zetten om te laten zien hoe dat ze het wel moeten doen. Want Chris heeft ook nog een hoop mensen uitgenodigd uit zijn thuisgemeente Hamme. Allemaal om te bewijzen dat Vlamingen en Walen het perfect met elkaar kunnen vinden. Je probeert ook geen veldslag uit te lokken tussen de Walen en de Vlamingen. Ik wil dat... On connaît Chris depuis déjà quand même quelques années maintenant. Nous avons ici des amis néerlandophones ici à table avec nous. Il y a aucun souci. On ne connaît pas de problème linguistique ici à Cherrière en tout cas. Ik vind dat dat op veel plaatsen meer zou moeten gebeuren. En waarom? Omdat dat de mensen samenbrengt en de samenhorigheid onder de Belgen een keer accentueert. Chris komt al meer dan 40 jaar naar Cherrière en heeft er zich altijd thuis gevoeld. Nu wil hij iets teruggeven. Hela, kleine boel. Het is de plus jeune. Dat is de jongste inwoner van Cherrière hier. Ja, ja, ja. De moi demi. Ze hebben zich altijd zeer correct gedragen ten opzichte van mij. En als er iets is, kan ik ook terugvallen op hem. C'est vraiment une très belle fête. On est très bien accueillis. Il y a de l'ambiance. Vraiment, on est content d'être là. Is dat voor herhaling vatbaar? Ja! Maar dan hoort het niet rond, hè. Nu Chris met pensioen gaat, kan hij nog veel vaker naar Cherrière komen. En volgend jaar wil hij weer een dorpsfeest geven. Ja.